hoe de vlak van diktebank werkt. Om te beginnen maar eens even hoe die aan en uit gaat. Over het algemeen wel vrij logisch. Hier zit een ster driehoekschakelaar op. Alleen, dan is er nog één ding. Deze heb ik altijd uitstaan. Dus de witte knop indrukken. En dan kan je hem op ster draaien. Dan laat je hem lekker op toeren komen. Niet te snel doordraaien. Als hij op toeren is, klik door naar de driehoek. En als je helemaal klaar bent met schaven, druk ik ook altijd weer die rode knop in. Dus naast die witte zit weer de rode. Dan is de stroom eraf en dat scheelt weer energie. Beter voor de wereld, beter voor hier, voor de portemonnee. Maar ook, ja, is leuk. We hebben hier zonnepanelen op het dak liggen. En het is wel leuk om een beetje op de energie-neutrale werkplaats uit te komen. Dus ik vind besparen vind ik een goede zaak. Verder, als hij dan nog niet doet, dus je drukt die witte knop in en dan draai hem door op sterren en driehoek en hij doet niks. Dan kan het zijn dat deze bijvoorbeeld ingedrukt zit. Of hier. En dit is sowieso wel een ding, dat je bij een werkplaats, of dat je aan het werk bent en dat je er tegenaan loopt. Nou ja, hij hoort op geel te zitten, dus je hebt een rode knop met een geel randje. Dan hebben we hier de vlaktafel, de van dikte tafel. En die van dikte tafel, die kan je natuurlijk in hoogte stellen. Dat doe je door middel van dit wiel. Er zit alleen, ik heb, dat zie je ook in het andere filmpje van de bijtels verwisselen. Ik heb er speciale blokjes bij. En die zorgen ervoor dat er toch nog net een 1/3 verschil in zit. Dus als je echt 100% op maat wil, dan hoor je er 1/3 van af te halen. En dat kan je misschien wel even zien als je deze kant op komt. Dan hebben we hier een, laat ik zeggen, de teller. Hij staat nu op 20, nou laten we hem op 0 zetten. Nou is het, kijk, het staat hier ook bij, min 0,3. Dus als ik een plankje 20 mm dik wil maken, dan mag hij op 19,7. Dus de rode op 3/3 eraf. Dat zijn de 10e millimeters. Nou, dan heb je een perfect ding. Voor de rest kan je je vlaktafel vastzetten. Dus nu even kijken. Kijk, dan kan ik draaien, maar hij blijft op zijn positie. Gebruik ik eigenlijk nooit. Is niet nodig. En hier zit nog een hendel. Daarmee kan je de snelheid van de vlak van diktebank beïnvloeden. Dus nu staat hij op 1. Gaat hij er heel langzaam doorheen. Heb je weinig machineslag. Maar misschien als je nou toch lekker flinke pak moet schaven. En het is niet zo heel erg belangrijk. Zet je hem op 2. Dan schaaft hij lekker, lekker efficiënt. Lekker dikke latten er doorheen schaven. En dan gaat het hard. Voor de rest is het zo dat als je constant de van diktebank gebruikt, dan is het aan te raden, hier heb ik een digitale klok, om hem, hij staat ook op 10, om de 10 minuten. Om de 10 minuten hoor je dan even de zakken in ieder geval te bekijken. De houtmatzakken van de afzuiginstallatie. Dus elke 10 minuten als je flink aan het vlak van dikte schaven bent, elke 10 minuten kijken en daar is die digitale klok voor. En het is ook geen pretje. Als je te laat bent, dan zit al het stof erbovenin. Dus zorg dat je eerder op tijd bent dan te laat. En hier zet je natuurlijk de afzuiger mee aan. Hier in de hoek op de schakelaar. En dit, hier zet je mee dicht. Normaal gesproken staat hij dicht als we hem niet gebruiken. We gebruiken heel vaak de formaatzaag. Die staat eigenlijk altijd open. Maar mocht het nou, je merkt het gelijk als hij dicht zit. Nu gaan we hem toch gebruiken, dus zet hem open. Nu wil ik hem laten zien hoe ik hem ombouw. Dus hoe bouw je hem om van vlakbank, heb ik het anders al eens verteld. Ombouwen. Om hem van dikte bank om te bouwen naar een vlakbank, hoor je deze omlaag te draaien naar 90 mm draaien terug. Zo, is je op 90 mm. Eén ding is nu heel belangrijk. Dat we de platen, dus hier, dit is helemaal mooi glad gefreesd. En helemaal vlak. Daarop is hij ook netjes afgesteld als je hem dichtklapt. Dat hij helemaal goed schaaft, dat hij het perfect doet. Helemaal uitgelijnd. Maar het is dan wel belangrijk dat hier geen stof meer ligt. Als hier een beetje stof tussen ligt, dan is het ook weer misschien een halve millimeter of nog minder. En je merkt het gelijk met schaven. Zo nauw komt dat.
Dan is dit de afzuiger natuurlijk. Je zou hem al, maar meestal gaat het niet zo heel lekker, maar je zou hem er al verstop kunnen zetten. Kijk. Dat gaat. Ik doe het ook heel vaak onderop. Dus dan zal ik zo meteen laten zien. Plaatjes even stofvrij, hier ook. Dan klap je deze, omdat die 90 mm gezakt is, kun je deze naar beneden kantelen. Want als die hoger is, dan staat die bijvoorbeeld zo. Dan krijg je deze niet op zijn bed. En dan is het een kwestie van deze pen uittrekken. Oh wacht, de verkeerde kant. Je begint bij deze kant. Je trekt de pen uit. Dus dat heb ik hier, heb je dat goed gezien op de film? Kijk, hier zit een pen. Die trek je uit. En er zit een soort van veer op. Zodat, kijk, hij zal niet keihard naar beneden vallen. Daarna is zo. En vast. Dan zit hij vast. En dat doe je aan deze kant ook. Pen uittrekken. En naar beneden halen. En dan zit hij ook vast. Dan is er nog een ding. Hier zit een soort koperdraadje op. Zie je dat? Aardedraad. Die zit erop. In principe kan je altijd gewoon schaven. Soms haal ik hem er wel eens af. Als ik echt dikke balken wil schaven, dan haal ik hem er wel eens af. Maar wat het dan, waar je dan mee op mag letten, is stel nou, je kantelt hem op en je hebt dat ijzerdraadje er niet omheen. Dan is het nog wel eens, dan wil die arm, er zit een veer op. Die schiet dan omhoog en die schiet dan door de werkplaats heen. Dus daarvan zit dat ijzerdraadje en je ziet ook gelijk, kijk, zie je hem? Hij wil die kant op, maar nu door het ijzerdraadje gebeurt dat niet. En dan, als we hem dan vast hebben, kan je hier zien, hiermee stel je de vlaktafel. Dus het aanvoerblad, daarmee zorg je ervoor dat je het hout, dat je er veel afhaalt of weinig, net hoeveel marge je hebt en of de balken heel krom zijn of niet. Dan kan je hier aan deze jongen, die draai je los. En dan kan je hiermee, kan je hem stellen. Dus als je hem naar beneden haalt, zakt het blad ook. En als je hem omhoog haalt, dan stijgt hij. En meestal een millimeter of twee. Maar soms, als je echt dikke, kromme balken hebt, doe je wat meer. Maar zo kijk ik meestal. Hier staat een maatverdeling op. Die klopt niet. Ik weet niet hoe ze dat ooit hebben gemonteerd. Ik denk dat hij het nooit heeft gedaan. Maar het is niet zo heel erg belangrijk. Je ziet dat toch wel gelijk. Als je even één klein stukje schaaft, zie je wel hoeveel hij eraf haalt. Nou, nu zie je, stofzuiger zit erop. En dan kan je schaven. Nog één ding. Ik heb hier een spuit bestaan. Hier zit een soort glijmiddel in. Waar gewoon overheen geschilderd kan worden. Dus het voelt een beetje vettig. Maar dat is het niet. En ook met olie of wat dan ook. Daar kan je je zaadvlak van diktebank mee inspuiten. Nu in dit geval je vlaktafel. Als je het inspuit, dan glijdt het allemaal wat makkelijk overheen. Hoef je wat minder kracht te zetten. Werkt efficiënter. En dat geldt ook voor de van dikte tafel. Dus soms dan duw je een balk erin en dan blijft hij halverwege hangen. Dan moet je eraan gaan trekken of aan gaan duwen. Maar als je dit erop spuit, dan is het altijd heerlijk glad en werkt hij fantastisch. Nou, succes!